Hey allemaal en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag voor jullie een tutorial voor dit super glamorous eindejaarskapsel. Ik vind het echt super mooi en heel gemakkelijk te maken. Het heeft echt zo'n mega glamorous effect voor de eindejaarsfeestjes die dat er toch al heel snel zitten aan te komen. In deze video ga ik gebruik maken van de productjes van Gliscure, dus laten we maar snel beginnen. Mijn haar gewassen, het is nog nat, ik ga het zo meteen drogen en dan beginnen we eraan. Ik heb mijn haar gewassen met de Oil Nutritive Shampoo van Gliscure. Het is eigenlijk een heel fijne en lichte shampoo voor medium tot dun haar. Dus eigenlijk echt perfect wat ik heb, aangezien ik best wel vrij dun haar heb. Het is eigenlijk een shampoo die ervoor zorgt dat gespleten punten verzorgd worden, maar ook een beetje voorkomen worden voor in de toekomst. Er zit ook een heel diepe verzorging in met olie en allemaal verschillende fijne ingrediënten dat echt heel fijn werkt op je haar. Daarbij heb je ook in combinatie een conditioner die je gewoon bij elke wasbeurt kan gebruiken en een masker dat je bijvoorbeeld één keer in de week of tot twee keer in de week kan gebruiken, gewoon voor die extra boost. Al deze productjes hebben eigenlijk vloeibare keratine erin zitten en dat is eigenlijk een ingrediënt dat heel vaak gebruikt wordt ook bij de kapper, dus echt bij professionele behandelingen, maar dan gewoon voor thuis. Wat ik vooral zo fijn vind aan dit masker is dat het eigenlijk al na 30 seconden begint te werken. Veel maskers moet je echt 5 minuutjes laten inwerken, maar deze werkt echt gewoon al na 30 seconden. Ik laat hem er altijd iets langer in zitten, gewoon voor mijn gevoel en gewoon omdat het fijner voelt bij mij, ook tegen de klitten. Echt heel fijne productjes daarvoor. Zoals jullie het al wel gewend zijn van mij, ik ben iemand dat superveel houdt van olie op mijn haar. Ik vind dat dat mijn haar zoveel mooier en glanzender maakt. En ook gewoon dat het gewoon de pluisjes aan de onderkant weer netjes bij elkaar brengt. Ik ben iemand dat dat heel veel gebruikt en ook echt helemaal niet gelooft in het feit van dat olie haar vet maakt. Maar wie dat mijn video's al langer kijkt, die weet dat vast wel. Dus ik gebruik Dream Hair Oil van de Gliscure ook weer. En dat is eigenlijk in een heel gemakkelijke spuitflacon. Waardoor je heel gecontroleerd eigenlijk op je lengtes kan aanbrengen. Breng het niet te veel aan op de haaraanzet, want dan ga je natuurlijk je haar wel sneller vet worden. Maar je punten kunnen dit wel echt goed gebruiken. De olie ga ik nog eventjes goed doorkammen. Dus dat echt gewoon dat er een mooie verdeling is doorheen de lengtes van mijn haar. Dus het is niet zo dat je het aanbrengt. Probeer het ook altijd gewoon nog eens door te kammen dat alles mooi verdeeld is. Dat is trouwens ook een goede truc als je een maskertje aanbrengt in de douche of je conditioner. Dat je dan een grote kam mee onder de douche neemt en alles is mooi doorkamd. Dan gaat echt gewoon alles helemaal mooi verdeeld zijn op je haar. Dus dat is ook nog een heel goede tip. Aangezien ik mijn haar ga drogen met de föhn en dat daar ook wel wat warmte op gaat komen en ik voor de tweede haarstijl ook mijn haar ga krullen, moet het natuurlijk allemaal wel goed blijven zitten, maar moet het ook beschermd worden. Dus ik ga gebruik maken van de Silk Gloss Mousse. Gewoon even goed schudden voor gebruik en dan aanbrengen ook weer in de haarlengtes. Ik gebruik ongeveer zoveel, niet te veel, en dat gaat dan helemaal door mijn haarlengtes. Je kan het ook wel een beetje naar boven masseren. Gewoon dat echt gewoon de fixatie er mooi in blijft. Oké, mijn haar is droog en ik heb een aantal clip-in extensions toegevoegd om een beetje meer het glamorous effect weer te geven. Ik heb ook op de puntjes van mijn extensions een beetje haarolie gesprayed en er mooi doorgekamd, aangezien het extensions zijn van echt haar. En dit soort producten zijn er echt fantastisch voor. Extensions van echt haar die zuigen dat echt gewoon helemaal in, lijkt het wel. En dan wordt het ook mooi meer één. Maar deze haarlooks kunnen natuurlijk ook gewoon zonder extensions. Ik vind het gewoon leuk om voor de feestdagen een beetje extra glamorous er iets van te maken en iets meer mezelf volume te geven. Het eerste kapsel dat ik ga maken heet eigenlijk een doortrekvlecht. Het ziet eruit als een vlecht, maar het is niet dat je echt gaat vlechten. Wat heb je nodig? Eigenlijk gewoon een borstel om ervoor te zorgen dat je haar mooi glad blijft, geen klitten erin en gewoon kleine doorzichtige elastiekjes. Wat belangrijk is voor dit kapsel is dat je je haar goed doorborstelt zodat je gemakkelijk propere secties kan maken. En dat is ook het eerste wat je gaat doen. Je begint eigenlijk bovenaan je hoofd en je maakt een klein paardenstaartje of een klein staartje gewoon met het doorzichtig elastiekje van ongeveer een 8 à 10 centimeter. En dan ga je eigenlijk in lagen werken. Je moet eigenlijk gewoon je hoofd zien als een aantal lagen en begint dan eigenlijk helemaal vanaf de andere kant en verdeel dan mooi stukjes haar tot in een staartje onder het eerste staartje. Je gaat dan een paar centimeter daar beneden en maakt dan ook daar weer een staartje. En dit is eigenlijk gewoon de grote techniek van deze vlecht. Het eerste staartje verdeel je vervolgens in twee. En die verdeel je over het tweede staartje heen. Het tweede staartje klip je vast bovenop je hoofd. En eigenlijk het volgende wat je gaat doen is eigenlijk met het haar van het eerste staartje neem je weer een nieuwe sectie met nieuw haar.
En dit herhaal je eigenlijk door over heel je hoofd. Het is misschien even moeilijk om zo uit te leggen, maar ik zal het nog eens laten zien. Dus het bovenste staartje dat los is, verdeel je in twee. Breng je over het staartje dat je recentelijk gemaakt hebt, dus het nieuwste staartje. Het allerlaatste staartje dat je gemaakt hebt, steek je weg met een clip eventjes naar boven. En dan het staartje dat je in twee verdeeld hebt, die neem je weer samen met een nieuwe sectie haar vast. En zo werk je eigenlijk volledig tot al je haar op is. En als al je haar op is, ga je eigenlijk gewoon verder met loepjes maken en dat er weer doorsteken totdat je helemaal klaar bent van achter. Aangezien al het haar naar één kant getrokken is, wil ik er wel voor zorgen dat de achterkant ook netjes stevig blijft. Dit doe ik door een schuifspeldje achteraan toe te voegen, dat het niet allemaal loskomt en zo. Als laatste ga ik ook de vlecht helemaal lostrekken en eigenlijk heel breed maken. Het geeft het effect dat je nog extra meer haar hebt. Ook zelfs als je dun haar hebt, doe deze stap zeker. En als laatste het alles fixeren met een goede hairspray, in dit geval eentje van Kiskuur. Et voilà, dat is het. Echt een super gemakkelijk kapsel en echt mega glamorous voor de feestdagen. Doe een thumbs up als jullie de video leuk vonden en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!